Hoe ging je om met de kritiek die werd gegeven op je bent zo groot en jouw reach? Hoeveel andere echt lange vechters zijn er in de UFC? Sam Schild heeft gevochten, alleen er is ook een reden dat Sam Schild is gaan kickboksen. Tuurlijk, als je het goed doet, dan moet je die reach goed kunnen gebruiken. Alleen voor mij, ik vocht altijd tegen topatleten die gewoon enorm goed konden bewegen. Heel simpel. Vooral in het begin van mijn carrière moest ik dat nog heel erg ontwikkelen. Dat liet ik mensen te makkelijk dichtbij me komen. Het is heel moeilijk om die gasten constant op afstand te houden. Vooral bij MMA, want bijvoorbeeld bij kickboksen en boksen kan je op ze gaan leunen. Zoals Klitschko deed, zoals Schild deed in die clinch. Maar bij MMA heb je takedowns. Simpel. Dus het is gewoon enorm lastig om die explosieve mannen van je af te houden. Die een stuk kleiner zijn. Dus ik ga nooit zo snel kunnen zijn als zij. Een stuk kleiner, een stuk compacter, een stuk explosiever, sneller. Ik snap het, zeker. Alleen het is een stuk moeilijker dan mensen zeg maar denken om dat echt goed, 100% goed te kunnen doen.